Dus ongeveer een kwart van het beeld, van de beelduitsnede die de chirurg ziet. De chirurg heeft een vrij grote beeldcirkel, zo groot zo'n beetje. En daar zien we ongeveer, zeg maar dit stuk. Dit is de beeldcirkel die de chirurg ziet. En dit vierkant in het midden, dat is wat de camera opneemt. Zoals u ziet is hier apparatuur aangeleverd die gebruikt gaat worden voor streaming video naar de diverse collegezalen. De apparatuur die hier binnen is gereden hebben wij zojuist gecontroleerd op veiligheid, elektrische veiligheid. We hebben helaas gezien dat de apparatuur als zodanig niet voldoet om zonder meer op de operatiekamer te mogen worden toegepast. Dat is ook logisch, want dit is een ander soort apparatuur dan de medische apparatuur die hier normaal gebruikt wordt. Om dit te ondervangen, dit probleem, hebben wij ervoor gekozen er een speciaal device tussen te plaatsen. Dat noemen wij een speciale veiligheidstransformator. Die veiligheidstransformator zorgt ervoor dat de elektrische aansluiting van deze apparatuur wel medisch veilig verloopt binnen de operatiekamer. Deze hele prothese is bij de vorige operatie eruit gehaald. Of dit hele bordje is bij de vorige operatie verwijderd. En daar is zeg maar een prothese. Hier heb je dat aanbeeld weer. Een prothese ingehangen in de vloeistof die daar hangt. En afgedekt met wat vet en wat materiaal. Deze operatie is hier gedaan. Dus dit is een revisie van onszelf. En toch zien we dat deze mevrouw niet goed hoort. Dus wat we nu gaan kijken. Wat de oorzaak is waarom dit niet goed werkt. Het kan zijn dat deze niet lang genoeg is of dat hij vast zit met litteken. Als hier allemaal litteken of adhesies, zoals we wel noemen, zitten, dan is de prognose of de kans dat ze heel veel beter gaat worden niet zo groot. Omdat je haalt litteken weg, maar het probleem is dat het lichaam natuurlijk eigenlijk alleen maar repareert met littekenweefsel. En dan gaat het littekenweefsel eigenlijk altijd weer terugkomen. En dus weten we eigenlijk uit ervaring dat als het door littekenweefsel is waarom ze nu slecht hoort, de kans dat ze heel veel beter gaat horen klein is. Zit die prothese niet goed of is die afgevallen of iets dergelijks, dan heeft ze een hele goede kans. Nou, dat gaan we nu zien. Dus dit is een revisieoperatie, zoals jullie begrijpen. En we gaan kijken hoe en wat. En dat revisieoperaties zijn leuk, hè, want je weet nooit wat je aantreft. En je kan de patiënt soms heel erg blij maken. En daar doen we het voor. So now he's going to chisel a little bit of bone away. And this is really the part of the procedure that not many people will do, except we do it. Rinse taught me. He's the one doing it now. He taught me. You can understand it's only millimeters that you want to take away. And if you're unlucky and you go too fast through it, you can damage the ossicles or, in the worst case scenario, damage the nerve. Is van wat is nou de reden om te bijtelen en niet te boren? Ha. Of een collega. Oké. Okay. Nou, toekomstig collega. Wij zijn daar niet voor. Ik denk als je kijkt naar internationaal, dat eigenlijk de meeste mensen vinden dat je het niet moet boren. Omdat boren heeft als nadeel dat je dus boorstof krijgt. Dus je krijgt veel materiaal in het oor wat je er slecht uit kan krijgen. Dus dat heeft nadelen. Ik weet niet of je het ziet. We klappen nu op, wat littekenweefsel.
Frank, kan je het zien of niet? Yes, we can see it. Oké, en wat je kan zien, je kan also see the inkers, and you already see the metal hook on the inkers, hè? That we left behind on in the other patient. Can you see that? We cannot see it, but... Well, look in the center. It's incredible if you can't see it. Okay. Then you're then you're disqualified for surgery. So I try to support the incus when I detach the prosthesis. Er staat een beetje botfragment naar voren op, hè? Volgens mij. Nee? Oké. Oké, wat van belang is, we hebben dus Teflon ingezet, omdat Teflon is ook wat gladder, zeker als er littekenweefsel ontstaat. En waar het om gaat is, op het moment, mag ik nog even roos naald, op het moment dat je de prothese, of de incus induwt, die heel mobiel is, maar... Dat is het mooie, als je op het moment dat je de inkers induwt, zie je dat hij mooi beweegt, hè? En dat de Teflon niet buigt. Oké, Groningen, can you hear me? We hadden nog één vraag. Aan het begin, zei u, aan het begin van de operatie zei je, als er littekenweefsel was, dan was de kans op herstel niet zo groot. Nee, geen probleem. De mate van littekenvorming viel wel mee hier. Je zag wel litteken, maar het was niet bomvol, zeg maar. Dus in die zin was het niet een oh my god oor, zeg maar. Maar wel wat litteken, dus misschien het zal niet het allerbeste gehoorde staat worden van wat we ooit gehad hebben in het bij deze chirurgie. So this was a magnification we were working at. Okay, can you see that, Frank? We can see it quite well. Okay, good. But anyway, this one didn't go in. So. But just to give you an idea. Okay, good. We're done. I'm going to switch off the microphone. I will see you in the next video.